Wat is hier nou even gaande? Een pannenkoek gebeuren en wie ontmoet ik daar ineens? Ad, wie heb jij in de tent staan bij jou? Ik heb meester pannenkoekenbakker bij me. En wie is dat? Ja, een goede kennis van me. Een goede kennis van je? Ja. Is dat diezelfde meneer die destijds bij de opening die mooie pannenkoek omhoog gooide? Ja, toen hij net aan kwam lopen, toen dacht ik ook, ik denk van dat... Ik denk dat dit burgemeester van Erk is, terug op zijn oude nest, klopt dat? Ja. Ik voel me wel helemaal... Arie, hartstikke welkom en het is natuurlijk fantastisch. Is hier nou hier, om weer eens even op je oude roots terug te zijn. Alle mensen die hier, waar ik heel veel mensen nog ken natuurlijk van de oudere generatie, zeg maar. Hartstikke leuk om weer even te zien. Nou, wat vinden jullie er nou van zo leuk allemaal pannenkoek eten met elkaar? Heerlijk, hè? Ja? Heerlijk, hè? Al bas weer bedankt. En wat vond je er nou van die meneer Van Erk? Kende je hem nog? Die vergeet je nooit meer, hè? Ja, ah, wees niet met de buurjongen, Petra was mijn buurmeester. Kijk. Maar het... En blijf altijd Arie. Blijf altijd Arie. Ja, hij is niet weg te denken. Ja? Maar het smaakt al enorm goed? Nee, hij smaakt lekker hoor. Hij smaakt lekker. Slothoven, ik ben in gesprek met. Met Petra Slappendel. Ik ben hoofdservice van Centrum Slothoven. Wat is hier nou allemaal gaande? Want zo druk, een tent buiten, weet ik wat allemaal. Ja, nou echt, het is een supergezellige dag. We werden maandagochtend benaderd door Onder de Molen. Met het verzoek of zij hier in verband met de landelijke pannenkoekendag hier pannenkoeken komen bakken. Dat is fantastisch natuurlijk. Dat is geweldig. En het is ook nog de week van de zorg en de welzijn. Dus mooie kan het niet natuurlijk. Dus je heeft een mooie combinatie kunnen realiseren. Prachtig. Dat komt zo uit al goed. Toeval bestaat niet in het leven. Nee, precies. En we vieren ook nog een beetje ons 10-jarig jubileum. Dus dat blijft feest. Slothoven, wat is de kenmerken van Slothoven? Kenmerken van Slothoven? Want zorg is in beweging natuurlijk op een gegeven moment. En, u geeft nog steeds zorg en u verleent zorg. Ja, absoluut. Zorg op maat. Zorg op maat zeker, maar ook dat de bewoner zijn eigen leven kan blijven leiden. Dat vinden wij belangrijk. Daar staan we voor, zeg maar. En met natuurlijk onze christelijke identiteit. En u gaat op een gegeven moment ook de mensen gewoon 24 uur per dag nog blijven begeleiden. Ja, zeker. Ja. 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 Dat is hier gegarandeerd, de Slothoven? Dat is hier gegarandeerd. Wel gaan we een reorganisatie ingezet. Ja. Dat onze zorgafdeling op de eerste etage gaat ook verpleegafdeling worden. Dus we gaan daar bewoners met een dementie, met een Alzheimer, gaan we daar opnemen. Dus je gaat eigenlijk uitbreiden? Dus we gaan naar een andere zorgvraag gaan we beantwoorden. Ja. En dat is eigenlijk afgestemd op de nieuwe zorgwet en dergelijke? Nou, dat is afgestemd op de wensen die er zijn. En de mensen met PG-indicatie, dus dementie, dat gaat natuurlijk toenemen. Hè? We worden steeds ouder. En daar bent u al op toegeroepen? Ja, daar gaan we naartoe. Daar gaan we naartoe? Ja. Dus u bent met voorbereiding eigenlijk van een toekomstvisie, waarvan u zegt eigenlijk bij Slothoven kun je dadelijk helemaal terecht. Ja, precies. Zijn dat de eerste bruisels? Nou, ik denk het. He? Ja, ik denk het. Wat gaat u daarmee doen? We zijn op bezoek bij mensen en we gaan ze opeten. U bent op bezoek bij mensen? Ja, hier bij het... U bent daar mantelzorger gewoon of iets? Wij zijn familie. Een beetje? Ja. En dan gaat u op een gegeven moment even leuk deze... Mensen van pannenkoeken zien. Ja. Op de pannenkoekendag. Met deze mensen. Hoeveel mensen zijn dat? Twee. Twee ouderen die niet meer naar buiten kunnen. Ja. En dan zegt u op een gegeven moment, we nemen ze gewoon mee. Ja. Leuk, ja. Hè? Leuk, hè? Ja. Samen. Nee, veel succes en smakelijk. Op de pannenkoekendag. Thank you.
Nou zie ik hier zo lieflijk, ik zag het er net al natuurlijk, hè. Ik hoor het ook van de meester. Ja? Down, dat is op het ogenblik enorm in, hè? Ja, ja. En die moeten allemaal naar speciaal onderwijs en weet ik wat allemaal. Ja. Maar ik zie het hier gewoon in groep 5. Vertel u, hoe is dat gelopen? Ja, we hebben de aangemeld en gevraagd of ze op school mag komen. En nou ja, de school stond er voor open. En de school is heel, ja, heel open en het onderwijs, ja, wij vinden het fantastisch. Ze passen het aan en ze heeft een eigen begeleidster ook nog wel daarnaast. Maar, ja, dus eigenlijk het speciaal onderwijs is hier geïndoctrineerd eigenlijk? Ja, het passend onderwijs is hier zeker heel goed op zijn plaats in op de ARK. En ze rent het tot groep 8? Nou, daar gaan wij wel vanuit als ouders zijn. 5A. Groep 5A van basisschool De Ark. Hoeveel kinderen? Wij hebben 20 kinderen in de klas. Hoeveel? 20 kinderen in de 20 klas. 20 kinderen? Ja. Ja. Dan wil ik even nog kort even van je weten. We hebben net natuurlijk een stukje reportage gemaakt over dat meisje van Down. Ja. Natuurlijk op het ogenblik enorm in de piek. Dat ga ik ook belichten. Ja? Ja. Zij is van begin af aan, zegt de moeder, bij jullie op school gekomen. Klopt. Ja. Hebben jullie daar nog aanpassingen voor moeten doen of zeggen jullie gewoon iedereen is op de ARK welkom in welke vorm dan ook, mits het mogelijk is? Ja, dat zegt u eigenlijk helemaal goed. Iedereen is welkom op de ARK. Wij hebben ook de mogelijkheden gelukkig om ook wat individuele begeleiding in te zetten. Hoe bedoelt u gelukkig? Daar krijgen we geld voor. En dat geld maakt mogelijk dat we dat ook kunnen gaan doen. En ja, dat maakt het ook mogelijk om zulke kinderen op de school te houden. En het is fantastisch om te zien hoe dat gaat in de klas. Is dat een gemeentelijke bijdrage of een rijksbijdrage? Rijksbijdrage. Rijksbijdrage. Ja. Om eigenlijk een speciaal onderwijs. Ja, op de basisschool te houden. Ja. Te houden. Ja. En daar bent u specifiek in de ARK. Bent u de enige in de regio? Of? Ik heb geen idee. Ik weet dat er meer scholen zijn die kinderen ook met Down gewoon op het basisonderwijs houden. Het gaat fantastisch, he? Want het is enthousiast. Ja. Ja, en dat is het mooie aan het kinderen met syndroom van Down. Zolang het goed gaat is het heerlijk om mee te werken. En we hebben ook een sociaal hele sterke klas die ook daar heel goed mee omgaat. En ja, wat betreft Noah, het is gewoon... een hele leuke meid in de klas te hebben. Ja. Ja, daar was ik net in gesprek met u over Noah. Ja. Die dan een leerling met Down. Ja. Maar u zei op een gegeven moment, de kinderen die praten er ook zo positief over. Is dat zo? Ja, dan kunt u beter zelf aan deze kinderen vragen, toch? Nou, vertel eens, wat vinden jullie ervan dat Noah in jullie klas zit? Nou, dat vind ik wel leuk. Alleen soms ook best wel moeilijk eigenlijk. Soms wat moeilijk? Ja. En dat vind je wel te accepteren of zeg je, we zijn blij dat ze in de klas zit? Ja. En wat vind jij ervan? Heel gezellig. Heel gezellig? Ja. Ja, het is natuurlijk een dame, hè, dus kun je lekker kletsen. Ja. Maar ze is wel positief. Ja. En jij? Wat doet nou waar als er bijvoorbeeld iemand verdrietig is in de klas? Troosten. Ja. Als ze verdrietig is dan? Dan gaat ze heel vaak troosten. Dan gaat ze troosten? Ja. Ja, dan loopt ze uit zichzelf naar haar toe. En dan komt ze bij je staan en dan geeft ze je een knuffel en zegt ze, je hoeft niet verdrietig te zijn. En ze is wat dat betreft heel sociaal met alle kinderen. Sociale, positieve benadering en ondersteuning in de klas. Ja, zeker. Absoluut. Dus jullie zeggen gewoon, nou waar maar blijven. Ja, dat... Dat zeker. Noah. Noah. De haas. De haas. De leeftijd van 10 jaar? 10, ja. Zij is op haar 6e jaar, wanneer is ze naar school gegaan precies? Ze is gewoon op 4-jarige leeftijd begonnen, maar ze is in Gouwerk begonnen op school, op de Bron. Toen ze 4 was en dan ging ze halve dagen. Ja, was daar geen ruimte of... Jawel, en ze heeft daar groep 1 en 2 gedaan op de Bron en toen zijn wij verhuisd naar Bergambacht. En toen is ze weer opnieuw naar groep 2 gegaan op de ARK in Bergambacht. En daar heeft ze 2 klassen gedoubleerd, om het zo maar even te stellen? Nee, ze heeft dus groep 1 en 2 op de Bron gedaan en toen weer groep 2 op de ARK. En toen is ze gewoon met de klas meegegaan tot nu. Dus eigenlijk toen ze op de ARK kwam, in groep 3, ja? Is ze gelijk doorgelopen tot groep 5? Ja, maar ze is op de ARK gekomen in groep 2. Ze zou officieel naar groep 3 gaan, ja? Maar als je verhuist en een kind met syndroom van Down, ja, is het... makkelijker als je groep 2 eerst nog een keer doet.
Dan hoorde ik op een gegeven moment, ik had ook wat andere kinderen geïnterviewd. Ze is zo enorm sociaal. Ja, ze is heel sociaal. Is dat nou een kenmerk van iemand van Down? Want ik zeg ook altijd, ik vind ze zo lief. Ja. En dan, denken wij als ouders, ja, ze is zo lief. Mijn andere kinderen, ik heb nog twee zoontjes, die zijn net zo lief. Maar ik snap het wel. Leg eens uit. Ze komen heel aandoenlijk over. Tenminste, zij komt heel aandoenlijk over en heel sociaal. Maar ik heb wel het idee dat het sociaal aangeleerd gedrag is. Dus ze weet precies op welk moment ze wanneer wat moet zeggen. Maar ik heb soms het idee dat ze niet helemaal niet precies weet wat alles helemaal inhoudt en betekent, zeg maar. Maar is het dan zo dat zij haar gevoelens uit, laten we zeggen, op een bepaalde wijze, dat u zegt, haar gevoelens worden anders vertaald? Ze vindt het heel lastig om gevoelens te uiten. Dat vindt ze lastig? Ja. En positieve en leuke en gezellige gevoelens gaat goed. Maar de negatieve en pijn en verdriet wordt lastiger. Dat wordt lastiger? Ja. Gaat ze dan, wordt ze dan inkerig of zo? Ja, een soort van. Ja? Ja, of ze wil er niks over zeggen. Wat vindt u nou eigenlijk van de discussie op het ogenblik over Down? Hè? Mm-hmm. Moeten ze eigenlijk allemaal van de wereld af of Downvrij? Dat is toch niet zo, neem ik aan? Nee, kijk, als ik mijn dochter Noah heb. Ik hou natuurlijk ontzettend veel van haar. Maar als ik natuurlijk een keus had gehad, dan had ik gezegd, nee, ik wil geen kind met syndroom van Down, maar ik zou het niet hebben laten weghalen. Want ik vind dat ik dat niet mag doen. Ik vind niet dat ik mag beslissen over een leven van, nou, die is wel waardevol en die is niet waardevol. Maar als je voor een keus wordt gesteld, dan gaat niemand kiezen, ja, ik wil wel een kind met syndroom van Down. Ja, zo simpel is het natuurlijk. Niemand kiest daarvoor. Waarom niet? Ja, ik bedoel het in zo'n zin, als je het van tevoren weet. Of tenminste, als je al zwanger bent van met syndroom van Down, dan zou ik natuurlijk niet zeggen van, dan moet je weg laten halen. Absoluut niet. Is dat uit je geloofsovertuiging? Ja, uit geloofsovertuiging inderdaad. Dus, maar als u het zou rationeel, kunt u begrijpen dat mensen dat doen? Moeilijk, hè? Dat is heel moeilijk. Ja. Want weet je, als je weet dat je dochter zo wordt zoals Noah is, dan doe je het niet. Maar ik ken ook een jongetje, die is echt heel zwaar gehandicapt. En die heeft syndroom van Down. Misschien nog wel iets, nog andere dingen, maar dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk heel belangrijk, dat het tv-programma was natuurlijk van de week ook op de... Mm-hmm. En dan legde de kinderarts natuurlijk ook uit, 20% is heel goed, 40% is... zit daartussenin. En dan hebben we nog 30% wat minder is en 10% wat echt heel zwaar gehandicapt is. Jij weet niet als je zwanger bent in welke categorie jouw kind met syndroom van Down valt. Ja, als je nergens in gelooft, ja. Dan kan de ratio en het maatschappelijk verkeer overheersen. Ja. Ik vind wel heel belangrijk dat alle kanten worden belicht. Ja. En als ik nu soms die tv-programma's zie met... ze zijn allemaal hartstikke... Ik snap dat mensen het geweldig vinden en schitterend. Maar het zijn allemaal kinderen die zich heel goed kunnen verwoorden. En die... Maar dat is niet de normale afspiegeling van kinderen met syndroom van Down. Of mensen met syndroom van Down. U zegt eigenlijk, u heeft eigenlijk een kind wat eigenlijk aan de bovengrens zit van hun mogelijkheden. Dat idee heb ik nu wel, ja. Want u vergelijkt het natuurlijk ook met andere twee kinderen. Ja, klopt. En wie voelt je dan makkelijker op? Dat is ook een lastige vraag. Ja. Een hele lastige vraag. Huh? Het is een heel sociaal meisje, een heel gehoorzaam meisje. Zijn ze ouderen? Jonger. De kinderen? Jonger. Jongens? Ja. Ouder? Jonger en jongens. Hoe oud zijn ze? 7 en 5. Ja. Ja, weet je, ik kan geen oordeel vellen en ik vel ook geen oordeel, dat doe ik ook niet. Nee. En maar het is natuurlijk... Ja, ik vond dat vergelijk van de week prachtig, met die windmolens. Dat die een zei van, ja, windmolens, ja hoor, we willen ze allemaal, dat is fantastisch. Oh, totdat die bij mij in de achtertuin belandt. Dan wil ik hem niet meer. Juist.
En datzelfde met syndroom van Down, ze zijn allemaal fantastisch. Iedereen omarmt ze, totdat ze zelf hebben. En dan wordt het wel een ander verhaal. Dan moet je keuzes maken. Nou ja, weet je, je zit er, ja, je zit er voor je leven lang al vast. Ik bedoel, je houdt altijd de zorg. Kinderen die... Ja. Het is moeilijk de ratio, de emotie en de geloofsovertuiging met elkaar te koppelen. Ja. Hebt u dat met me eens? Ja, dat is ook lastig. Ja. Ja. Kijk, als ik dit had van tevoren had geweten, natuurlijk, ik wil me niet kwijt en ik had er ook niet weg laten halen en helemaal niks. Maar stel dat het kon, zeg maar, dat het bestond, dat je kon kiezen van, joh, je mag kiezen uit een kind dat gewoon helemaal zonder beperking of met beperking, ja, is het toch makkelijker om te kiezen zonder beperking. Ja. Want het maakt het leven over een aantal jaren. Maar vindt u dan ook dat het een bescherming zou kunnen zijn voor hetgeen, het kind wat eigenlijk op deze aarde landt? Wat bedoelt u? Wat, Nou, u kan een keuze maken. Mm-hmm. Er wordt gezegd, u heeft een kind, Down. Maar, maar wat zegt u dan aan zo'n situatie, even buiten het geloof? Mm-hmm. Ja? Ik geboet dat kind ook voor de plaats in deze maatschappij. Want er wordt anders tegen aangekeken. Ja, dat klopt. En zegt u dan, je kan een keuze maken van, als ik het weg wil halen, dan komt dit kind niet in een moeilijke fase terecht. Ja. Dus dan bescherm ik haar voor. Ja. Of hem. Ja. Ja. Of ik zet bewust vanuit mijn geloofsovertuiging, laat ik haar komen, maar plaats haar wel in de maatschappij die anders tegen een Down aankijkt. Ja, nou ja, dat is ook moeilijk. Dat is lastig. Moeilijk, hè? Dat is heel lastig. Ja. Maar ik vind het natuurlijk ook, nu krijgt iedereen natuurlijk misschien straks de keus. Als je zwanger bent, dan krijg je de keus van wel of niet syndroom van Down. Maar hoe maakbaar is de wereld? Je kind is net geboren, gezond geboren, niks mee aan de hand. En je krijgt een half jaar later een hersenbloeding. Alles kan. Ik bedoel... Ja, bedoel. Ja, maar ik vind het namelijk gewoon leuk om dit interview te doen. En daar ga ik ook wat mee doen. Om reden, we zitten hier in een bezorgingsbejaardentehuis. Zorg op maat van oudere mensen. En eigenlijk ben ik met u in gesprek over de geboorte. Ja? Om het zo maar even te stellen. Ja. En dan is dat zo mooi samen. En daarom bestaat toeval niet. Nee. En daarom ben ik ook zo blij dat u mij te woord staat. Graag gedaan. Ja!